couple line? Goed zo. Goedemiddag allemaal, ook thuis. We gaan vooruitblikken op de wedstrijd Vitesse-PSV. Zondagmiddag. Ik ga Fresia van Fox het eerste het woord geven. Alsjeblieft. Ja, Ernst, twee keer op rij gewonnen. De rust is wedergekeerd, zeggen sommige mensen. Maar voor jouw gevoel, hoeveel afstand hebben jullie genomen van die ondergrens die we dan een paar keer hebben gezien? Afgaande om de laatste weken ziet dat er goed uit. Zeker als je twee keer wint, is iedereen positief kritisch op elkaar. Dus dat is een goed teken. Het is aan ons om te laten zien zondag hoe ver we daarin gegroeid zijn. Mooie tegenstander met veel individuele kwaliteiten. Dat is een mooie uitdaging. Maar ja, dat is dan een tegenstander. Komt natuurlijk sowieso wel een pittige reeks aan. Is wat jullie hebben laten zien tegen Willem II en ADO daarin voldoende, vind je? Om van dat soort tegenstanders te winnen, Vitesse, ja. Groningen? Kijk, voor Willem II was iedereen vrij sceptisch en zouden we het moedig gaan krijgen. Daar hebben we goed op gereageerd. We hebben goed gespeeld. We creëren heel veel kansen om te winnen. Het gaat erom dat wij effectiever worden in die kansen. Te benutten en dat we weinig weggeven. Nou, twee keer de nul gehouden de laatste wedstrijden. Het zou mooi zijn als we dat zondag weer kunnen bevestigen. We hebben je een paar keer horen zeggen in de afgelopen twee maanden van we moeten vooral naar onszelf kijken als het zo draait als het nu draait. Maar nu het puntenverschil met de ploegen boven jullie wat kleiner wordt, kan ik me ook voorstellen dat je dat nu juist als motivatie wil gebruiken of zie ik dat verkeerd? Nou ja, zie je niet verkeerd, maar zoals ik het heb beleefd is dat, kijk, we winnen nu een aantal keren en dan maak je steeds stapjes in om die winsten te krijgen en binnen te halen. Diezelfde stapjes moet je weer maken, dus dat betekent ook dat je eerst weer naar elkaar moet kijken. Je komt van ver, je hebt nu iets bereikt, maar vergeet niet hoe je dat hebt bereikt. Dat is een basis om succes te hebben. Nou, maar het is wel iets tastbaars. Nou, het doet in ieder geval iets met het zelfvertrouwen, dus op een bepaalde manier heb je een modus gevonden in de samenwerking dat je ook succesvol kunt zijn om wedstrijden te winnen. Nou, die modus moet je steeds weer aanzetten. En de afgelopen twee wedstrijden zien we van Ryan Thomas leuke dingen. Hoeveel rek zit daar nog in, heb jij het idee? Ik hoop heel veel. Ja, kijk, Ryan komt natuurlijk van ver met zijn blessure. Meestal heb je dezelfde periode nodig om weer in topvorm te zijn. De jongen heeft heel veel mogelijkheden, heel veel actieradius, heel veel vermogen om voor de goal te komen. Is moeilijk te bespelen voor de tegenstander. Ja. Hij scoort daarbij en is voor het elftal echt bereid om veel vuile meters te maken. Ja. Samen met Sam moeten ze daarin succesvol zijn. Tot slot, zijn er nog een aantal jongens die aan de ketting moeten de komende dagen? De ketting? In principe niet. Nee, het ziet er allemaal goed uit. Iedereen weet waar het om gaat en ook naar de komende weken te kijken, ja, iedereen gaat er verstand mee om. Ik ben niet zo van om steeds alles te controleren. Dus ik denk dat het beter en verstandig is om de staf in de gaten te houden. Ja, is dat gevaarlijker? Waarschijnlijk wel. Wordt wel een klein beetje carnaval gevierd, toch? Ja, het is hier een traditie in deze streek. Ik denk dat je er ook vooral van de leuke dingen moet genieten. Niet alleen van overwinningen, maar ook van dat soort dingen. We zijn ook allemaal professional, dus... Als wij als staf elkaar in de gaten houden, dan komt de rest goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. We gaan naar Jan Willems, Omroep Brabant. Ook een carnavalsvraag, denk ik. Ja, die wordt net voor mijn voeten weggemaaid eigenlijk. Maar laten we het dan terug maar over het voetbal hebben. Ernst, die gemiste kansen van afgelopen weekend. Wat kun je daar deze week tijdens de training aan doen om dat vertrouwen terug te krijgen? Dat ze die kansen wel degelijk kunnen afmaken? Nou, het is niet dat we niet gescoord hebben. We hebben ook gescoord. Het gaat om... Dus dat je ze creëert is prima, dat hebben we ook al laten zien. Het gaat om dat je ze weer creëert, nou, dat gaat ook gebeuren. Nou, de rest is het ook een kwestie van trainen, situaties na, boodschap op de training. En gewoon zorgen dat je de dingen laat doen waar ze goed in zijn. Nou, ja. Mooi optassen. Ja. Hoe was deze week hier zo? Het was eindelijk weer eens een keer wat rustiger. Dat moet voor jou en voor jouw team denk ik ook heel fijn zijn. Nou, wat rustiger is natuurlijk de omgeving om je heen. Zeker binnen is het wel altijd wel relatief hetzelfde. Alleen ja, de mensen om je heen veranderen naarmate het tegen zit of exceptioneel goed gaat. Dus dat is ongeveer gelijk gebleven. Maar ja, wat ik zei, het is wat rustig op de trainingen. Eerst wat minder druk zie ik, dus dat soort dingen veranderen. En dan Vitesse dit weekend, dat is toch weer een belangrijk duel. Vitesse staat maar een aantal punten onder jullie.
Dus het gat naar boven, dat kun je verkleinen, maar je moet natuurlijk ook een beetje naar beneden kijken. Hoe benader je die wedstrijd? Ja, als je me een beetje hebt gevolgd, dan vooral naar boven kijkend. We hebben een voorsprong, die willen we graag uitbreiden. Zo moet je het zien. En alles wat daarboven gebeurt, ja, dat is niet zozeer aan ons. Het enige wat we moeten doen is zelf winnen. Ja, mooie tegenstander. Dus we mogen het laten zien. Laten we dan nog één afsluiten. Hoe carnaval moet jij die buitenlandse jongen zien en nog uitleggen waarom dat al die mensen zo verkleed gaan? Of hoeft dat niet? Ja, je kunt ook gewoon zo gaan. Hè. Dan ben je verkleed als voetballer. Maar nee, ik denk iedereen wel de tradities kent. De carnaval is van vele landen, vele culturen. We hebben cultuur waarin daar ook carnaval is. Maar het gaat erom dat we even bepalen zelf hoe leuk dat feest gaat worden. Als je gewoon resultaat haalt komende zondag. Top, dankjewel. Alsjeblieft. Rick, ja. We gaan naar jou. Wie moet jij in de gaten houden van de staf de komende dagen? Of jezelf ook nog? Wat? Nee, ja. Volgende vraag, Rick. Oké. Okay. Je gaat toch wel even vieren. Ja, nee, waarom ook niet, hè? Nou goed, met mijn zoon heeft natuurlijk de opkikker krijgt hier, die weer geopereerd is. Ik weet niet of die kan gaan, want dat is van de week geopereerd. Maar desnoods ga ik hem wel voor me halen. We hebben altijd de wedstrijd op maandag, oud PSV, oud Eindhoven. Maar dat is voor later. Kijk, voor mij is het belangrijk wat we zondag doen. Als je wint, dan hebben we wat meer speelruimte. Valt het tegen, moeten we gewoon zorgen dat we weer scherp zijn voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Maar laat eerst maar even ons alles richten op Vitesse. Het alle andere is bijzaak. Ja, zo langzamerhand kun je een beetje kijken waar je uiteindelijk uitkomt. Vierde, derde, tweede, vijfde, dat is allemaal eigenlijk nog wel mogelijk. Hè? Eerst is zelfs mathematisch ook nog mogelijk, maar ja, dan moeten wel hele gekke dingen gebeuren. Is dat intern ook besproken, van ja, die route naar Europees voetbal, hoe moet die eruit zien? Of is het gewoon inderdaad van hè, kortste route, play-offs proberen te ontlopen, dat is het doel? Je doet dus de kortste route om elke wedstrijd te winnen. Dat is de enige één medicijn om te zorgen dat we uit de situatie kwamen waar we in terecht zijn gekomen. Maar ook gewoon ja, voor het zelfvertrouwen. En je hebt punten nodig om zo hoog mogelijk te eindigen. Ja. Het enige wat je moet doen is winnen, waardoor je de druk van jezelf afhoudt en de druk bij de concurrentie oplegt. Nou, dat is wat de doelstelling is, van wedstrijd tot wedstrijd. Maar je hebt niet zoiets van, we moeten minimaal zo hoog eindigen. Dat is niet iets wat je van tevoren... Ja, kijk, elke topsporter wil zo hoog mogelijk eindigen, Rick. Dus ja, de eerste plaats is een utopie. Wonderen zijn de wereld niet uit, maar uiteindelijk tweede, derde. Het ligt vooral aan ons. Je bekijkt nu van week tot week. We hebben nu twee keer gewonnen en iedereen is wat vrolijker, wat uitgelaten. Ja. Ik heb ook meegemaakt dat het niet gebeurde. Ja, dan zit het hier bomvol. Dan kunnen we er weinig van. En terecht ook kritiek, want wij moeten het ook beter kunnen. Dus laten we ons nog maar... En dat hebben we nu de laatste twee keer gedaan. Van wedstrijd tot wedstrijd gekeken. En van wedstrijd tot wedstrijd gepresteerd. Ja. Dat vond ik een mooie kant. Een van de dingen die opvalt hè, is dat zeg maar de aankopen van de zomer nog steeds vooral op de bank zitten bij PSV. Daar hoorde je een aantal maanden geleden hoorde je daar heel veel over. Nu hoor je er eigenlijk niks meer over. Hè? Dat het, tenminste, ja, ook vanuit de groep hoor je eigenlijk niks. Tenminste, ja, die zullen niet tevreden zijn. Maar in ieder geval, het is geen heel groot thema meer, lijkt het. Hoe komt dat volgens jou? Ja, weet ik niet, Rick. Kijk, je wint nu twee keer, dus de resultaten zijn wat beter. Ik probeer iedereen de aandacht te geven die ze nodig hebben. Omdat ja, vanuit natuurlijk academiegedachte is ook dat je spelers moet ontwikkelen. Ook spelers die zijn aangekocht. Dus het is niet alleen presteren, maar het zit ook een beetje in mij. Probeer spelers beter te maken. Dus iedereen krijgt daar de aandacht voor die nodig is om hem toch weer te verbeteren. Want ik ben ook gebaat bij succes van alle spelers, dus ook de aankopen. Meestal hangt er een prijskaartje aan, dat is dan meer voor de buitenwereld. Als je hier zo kijkt, is vooral ja, wat laat je zien op het veld. En waarin kan ik nog mijn begeleiding dusdanig verbeteren, zodat die spelers het ook goed doen. Ik heb ook tegen hen gezegd, ja, in principe gaan de beste spelen en vooral de juiste spelers, wat ik eerder heb aangegeven. Ja. En nu win je, ja, dan heb je ook weinig reden tot wisselen. En dat begrijpen ze ook, als je een paar keer wint, ja, dan is het logisch dat je niet heel veel gaat veranderen natuurlijk. Ja, je hoeft het voor mij niet te begrijpen, maar ik ben nu in een situatie om dan, of je begrijpt het of je begrijpt het niet. Als je het niet begrijpt en je kunt niet dealen met de situatie, dan lossen we dat op een andere manier op. Ja. Want zo in die situatie zitten we nu.
Ja, dat is geen moeilijk verhaal. Dat is de keuze aan de speler of hij meegaat of niet. Nou, iedereen gaat erin mee. Dat is prima. Ja, nou, Vitesse, laatste dingetje nog. Hè. Ja, direct een concurrent wordt wel gezegd. Aan de andere kant, ja, PSV moet toch gewoon winnen van Vitesse? Ja, dus, die instelling hebben wij ook. We gaan daarin om te winnen. We spelen om te winnen. Die kans heb je niet altijd. Maar nee. De laatste wedstrijd hebben we dat ze die instelling en die insteek zo gehad. Dan hebben we resultaat gehad. 3 kunnen scoren, 0 doelpunten tegen. Die strategie blijft dezelfde. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik denk dat er verder geen vragen meer zijn. Dan dank jullie hartelijk voor jullie komst. En tot zondag in het Gelre dan. Dankjewel, trainer.